De eerste zeearm die als onderdeel van het deltaplan zal worden afgesloten is het Haringvliet tussen Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee. Sedert geruime tijd wordt daar midden in het water gewerkt aan de aanleg van een ringdijk die de bouwput moet omsluiten waarin te zijner tijd een groot sluizencomplex zal worden gebouwd. Reeds 3 kilometer dijk zijn inmiddels gereed gekomen. In verband met de te verwachten najaarstormen is het zaak om vlug op te schieten. Elk boven water gekomen stuk dijk wordt dan ook onmiddellijk versterkt met een laag zand, waarop nog een deklaag van asfaltbeton wordt aangebracht. De voet van de dijk wordt met grote basaltblokken verzwaard. Het nieuwe dijklichaam wordt thans grotendeels opgeworpen met zand dat uit de bouwput zelf wordt weggezogen. Het werk, dat hoewel met enige achterstand op het schema gestadig vorderde, kreeg een ernstige terugslag door de felle zomerstorm die Nederland deze dagen te verduren had. Toen het geweld bedaard was, bleek dat de ringdijk een behoorlijke knauw gekregen had. Op enkele plaatsen waren stukken asfalt door de golven losgetrokken en was het zand eronder weggespoeld. Met zandzakken probeerde men zo goed en zo kwaad als het ging de gaten voorlopig te dichten. Het herstelwerk werd later met zwaar materieel voortgezet. Er moest uit alle macht gewerkt worden om voor de eerstkomende vloed klaar te zijn. Het werd een zware krachtmeting tussen de mens en de natuur, waarin de mens, ondanks hard zwoegen, geen volledige overwinning op het water wist te behalen. De zee bracht niet alleen schade toe aan het gereedgekomen deel van de dijk. Hij spoelde ook 150 meter klei- en zanddijk weg op de kwetsbare noordelijke punt van de bouwput. Alle tegenslagen ten spijt hoopt men de ringdijk op 1 oktober zover voltooid te hebben dat hij de herfststormen zal kunnen weerstaan. In maart van het volgend jaar moet de bouwput gereed zijn voor het leegmalen. Daarna zal het naar schatting nog 12 jaar duren voordat het Haringvliet geheel zal zijn afgesloten.